Hallo kijkers van Schijnende Sprieten, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Harmony Shiny Cage, along met Sander van Gaming SB. In de wereld zijn er veel dingen die ik gehoord heb, maar dat? Nog nooit. Welkom terug, jonge mannen. En oude mannen, als die kijken. En jonge vrouwen en oude vrouwen ook, hoor. Jullie zijn zeker welkom bij de drie biggetjes. Ik betwijfel of die er überhaupt zijn, maar... Maat. Ja, niet... Jij onderschat mijn content. Ja, je maakt wel leuke content, maar dan komt dat jij erin zit. Dat klopt. Ah! Is dit dan de laatste guy? Voor de twee bossen wel, ja. Voor twee bossen? Ja, twee bossen. De Garbodor is een boss en dan heeft zijn vrouw ook nog een Pokémon. Poison Attack. Had ik al Poison Attack gezegd? Jij bent echt al bij de dingetje ding. Ja, ik ben zeker bij de dingetje ding. Maar ik ben ook zo'n Pokémon dat is niet waar. Dat kan ik nu niet zeggen met deze Pokémon. Ik ga rushen. Rush met de man. Dat is een Pampoer. Oh. Let the Pampoer. Snap je hem? Let it pour. Ja, let it rain, let it pan pour, ik snap het. Ik ben zo slimpie, Sander. Vergeet het nou eens niet. Ik wist eigenlijk wel dat je hem snapte, maar ik wou hem alsnog uitleggen voor de kijkertjes. En ik denk, ja... Laat ik een vervelende meneer zijn, dat dacht jij. Ja, deze Jordi, die slaat echt nergens op. Jammer, dan heb je de items wel. Ja, wat heb ik eraan? Ik win toch geen cage match, gozer. Ja, maar hij is geen Pokémon Master, Sander, snap dat ja, nou. Ja, dat is waar, dat is waar. Ik vind het wel grappig dat de enige die oprecht een beetje kan spelen met Pokémon, dat die... zeg maar, uitgemaakt wordt voor niet-Pokémon. Had je... dat maakt niet uit. Evolved? Toen je Scraggy deed? Maat, ben je echt zo? Jawel, hè? Oh, zo bedoel je, toen die dood ging bedoel je? Nee, ja. toen was het niet Mega Evolved, nee. Dus zou je denk ik... Ja, ik ben een... Dan ga ik je... Nee, ik zou Dwebbel inzetten, 100%. Of wat doe je Dwebbel, inderdaad. Dweeble heeft zich al bewezen dat het een Pokémon Master is. Dat is waar. Had ik al dat waar gezegd. Intimidate, hou nou lasagna eens crab. Op. De lasagna crab gaat overwinnen, geloof me nou maar. Oh, hij ziet er nu niet echt lasagne uit. Maar... Payback. Oh. Ik denk dat dubbel doet tegen. Als jij hem attackt ofzo. Maar dat is volgens mij helemaal niet. Dat is een andere. Ja, attack. Met hoe meer physical damage je doet toch zoiets? Of is dat revenge? Nee, dat is nog weer een andere. Nee, ik dacht dat dit gewoon was als... wordt attacked, dan dubbel. Ja. Waarom doe ik Rock Slide en niet X? Maakt niet uit, hij is dood. Hij is doding. Want ik heb niet zoveel Rock Slides meer, maar ik heb wel een Aether. Dat is niet van die Paradise, Aether. Toch? Aether Paradise, dat is een andere game. Die zit niet in deze game. Dat is Pokémon Sun en Moon, jongen. Fake out. Oh, ik ga Torment. Ik ben leuk. Ik ben een leuke Lightpart. Iedereen houdt van me. Dat is niet waar. Oprecht wel... Dit zijn leugens. Het is oprecht wel een leuk katje, maar nee. Het is een pussy. You do be loving pussies. Net als dat jij Great Balls loopt. Ik vind Purrline wel leuker dan Lightpart. Eerlijk. Ja, ook ik niet. Purrline ziet er echt heel raar uit. Ook niet als een kat. Het ziet er gewoon niet uit. Moet ik hier naartoe? Ja. En dat is die boss. Dat zijn de twee bosses. Ja, het begint eerst met een Garbodor, dus als je nou Meganium vooraan zet. Oh, ik dacht Steel-type Lucario. Dat kan ook. Maar Meganium is dat is een Butterfree. En dat is een Vivian. En dat is een Mothim. De Vivian is de tweede. Dankjewel, Hank. Antidood? Ja, maar niemand is dood. Waarom heet Revive eigenlijk niet Antidote? Dat klinkt al veel leuk. Dat klinkt al veel logischer. Antidote. Ik snap dit niet. Waarom heeft Pokémon hier niet aan? Ik Pokémon denk eraan. Oh jee, een Pluzzle.
Oh jee, een battle. Ja, met een Garbodor. Maar jij had ook nog de... Oh, die Sage, hè, was dat? Oh, dat is die guy. De Kaling. Dat is de Garbodor. Nou, dus zo ziet hij er inderdaad wel uit. Hij ziet er wel uit als wow, trash. Wow, wow, wow. Kaal shaming? Nee, het is niet omdat hij kaal is. Het is omdat hij lelijk is. Wow. Kaal shaming? Nee, want dus er zijn zoveel kaal mannen... is, vind je hem lelijk, wow. Nee, er zijn zoveel mannen kaal en mooi, maar hij niet. Want hij is lelijk. Oké. Ja, maar omdat hij lelijk is, heeft hij ook gewoon een recht als leven. Misschien vind ik jou ook wel lelijk. Ken je die meme van die nee, boom? Nee, ken je die meme van die boom? Fat van... Jamie? Nee, nee, nee. Die meme van die boom. Dat, dat iemand vraagt van, ja, maar waarom is er zoveel aandacht voor die boom? Hij is toch hartstikke lelijk? En dan zegt die man zo van, ja, maar misschien ben jij ook wel heel lelijk, maar jij hebt ook recht van leven. Oh. Maar wacht, maar nu komt die volgende. Is die volgende ook een steel tile? Anders heb ik mezelf gefuckinged. Fucking the ducking. De volgende weet ik niet meer. Ik dacht wel, krijg. De tearing. De tearing. Oh, mensen moeten toch moe van ons worden als ze hier naar zitten te kijken. Oh, ik mag gewoon nog switching. Je weet echt niet meer wat de eerste was, hè? Nee. Ik ga tegen Clement. Dit oh, wordt maar mijn kan downfall. Ik kan Weevil niet inzetten, denk ik. Zijn er in die dinges nog dingetjes? Oh, duidelijk. Als je me goed doet, zijn er dan trainers? In de gym? Ja. Ja, je moet vechten. Ja, kut, sorry. Je moet de juiste lift unlocken, zeg maar. Dus je moet altijd vechten. Er zijn 4 trainers voor Clement. Ja, ik zet Dweeble gewoon voorop. Ja, dan mag ik straks Dweeble niet gebruiken. Jawel, jawel, want ik mag ook Pokémon gebruiken van hoger level. Leuk, anders is het fijn. Niet te doen. Excelgoor. Nou, hij is wel Excelgoor. Wow. Valt wel mee, valt wel mee, valt wel mee. Ja. Ik vind hem eigenlijk nog helemaal niet zo heel goor. Maar het past wel. Uh-oh. Nou, mooi, dat was 1 Pokémon. Wat? Oh, ik dacht dat je het tegen mij zei, omdat het een grass type tegen zo'n rock type was. Dit wordt het einde van deze serie. Nee, dat weet je niet, dat weet je niet, dat weet je niet. Je kunt nog winnen. Oh. Widescreen is wel kut. Waarom zijn de boss battles letterlijk easy peasy, I squeeze the lemon wheezy? En zijn al die anderen zo van, help, ik wil dood, ik ga dood, eigenlijk. Help, mijn man is dood. Help, mijn man is dood. Aan het klussen. Ja, nee, dat is zo'n tv-programma van Net 5. RTL 1. Nee, ik denk RTL 1. Of niet? Ja. Emolga is nog steeds niet... Oh ja, hij is wel gone. Hier, vuile, vieze, vuile Emolga gaat dood. Weet je wat dat lijp is eigenlijk? Die Mokrop flavor? Ook. Maar die is gecanceld. Oh. Nou, de zanger van. Nee, ik zat te denken. Kijk, je hebt Nederland 1, 2 en 3. Logisch. Dan heb je RTL 4, 5 en 7. Oké, okay, dat kan. De 6 ontbreekt. Is al een beetje lijp. Ja, je hebt ook RTL 8. Toch? En 8. Oké, okay, en dan heb je Net 5. Waar komt de fucking Net vandaan? Nooit iemand heeft het over Net gehad. En dan komt ineens. Ja, we hebben ook een Net 5. Die ja, al dubbel is met RTL 5. Volgens mij heb ik dat een keer opgezocht. En dan, hè, om het nog minder verwarrend te maken, hebben we ook nog SBS 6, die precies tussen past trouwens. Wat me sowieso afvraagt, waarom past dat precies? Maar goed, hè, dat hebben ze misschien met goed overleg gedaan. Ja. En RTL 9, oké, okay, oh, weet je. Verkeerde knop. Oh, nee, het is dat is allemaal op zich wel logisch. SBS 9 bedoel ik. Zeg ik RTL? Ja. Dus... Waar de Net 5, wat de fuck doe je met ons systeem? We hadden zo'n mooi systeem. En nou kom jij aan. Fucking Net 5. Dat is voor die pedo's. Nou. Nee. What the fuck? Nee. Ken je die meme niet? Nee. Of die joke? Welke tv-zender is voor pedo's?
Net 5. Dat is wel grappig. Dat was de hele ding waar I was going for. Oh, ja, hij is wel grappig. En toen snapte hij hem niet. Nee. Sorry. Het was ook wel een beetje controversieel, sorry. Ik vond hem wel joking. Please, heb geen area trapping. Oh, trapping area. Hoe ga ik eigenlijk naar Lumiose? Gewoon naar onder? Ja. Je hoeft er bijna niet meer naar Lumiose. Want? Omdat ik dan Sinjo ben gone ben. Nee, die Ilioske Sinjo ben gone. Gadget and the Gadget Teenage. Oh, hij heeft een Magneton. Ja, dan kan ik niet eens winnen. Daar ben je. Want? Omdat ik de enige aanvallen die ik kan doen zijn poison aanvallen. Want hij heeft levitate, dus ik kan geen ground aanval doen. En poison doet een not very effective op steel. Doet dat überhaupt not very effective op steel? Nee, weet ik eigenlijk niet. Is dat niet? Misschien doet wel, is het wel gewoon... Je kunt niet aanvallen met poison. Nee. Op steel, dat is... Nee, dat kan niet. Ik kan proberen met Razor Blade, maar die is one-hit KO door een electric move. Ja, maar misschien gaat hij nu geen electric move doen natuurlijk, want hij wil jou dood hebben, dus hij gaat steel. Hij deed net ook een electric move. Oh, dat is echt allemaal kut. Moves. Nou ja, het zijn geen kut moves, maar... Oh! Ik kan hem hij geeft je nog zo'n chance. Oh, hij is switched? What? Ja, omdat hij denkt, is easy killetje. Oh, had je nu maar Mega Drain gedaan. Ik had sowieso Mega Drain trouwens, denk ik, gedaan. Oh nee, want dat is keer 4. Nee, gedeeld door 4 bedoel ik. Yo, de powering? Power of us? Hou op. Maak me niet boos. Waarom deed je geen Mudbomb? Omdat het een water Pokémon is, Sander. En Mudbomb van zichzelf maar een slechte aanval is. Oh, oké. Okay. Kan ik nog ergens een dingetje vinden? Pokémon? Healing? Nee. Oh, healing. Ja, daar loop je net voorbij. Oh, dan loop ik weer terug. Als ik er net voorbij loop. Ja, daar is het. Is dit een healing? Ja. Het ziet uit als een shop. Een healing shop. Shop is schop, alleen dan zonder de C. Wauw. Met die info van drill. Waarom gaat hij zo raar draaien? Oké, dat vind ik vibe. Centrico Plaza. Delfino Plaza? Centrico Plaza. Was het maar Delfino Plaza. Dat is een leuke... Nee. Deze game is niks mis mee. Ik ga niet aan op deze game. Ik ga wel Furry, want Furry kan allemaal 1 KO'en. Jij houdt wel Furry's. Nee. Waarom heb je hem zo genoemd? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. The ring. Ja, waarschijnlijk omdat hij een Furry is. Ja. En je moet het beestje gewoon bij zijn naam noemen, want anders dan weet het beestje ook niet meer wat hij is. Aha. Quiz timing. Hé, ik heb wel gewoon een mal. Zie. Mijn emulator is niet kapot. Paar. Nou, dat is ook pas sinds kort hoor. Ja, ik wou net zeggen. Don't get me starting. Don't get me starting, alsjeblieft niet. Ik ga echt light worden als het daarover gaat starting. Watch me surf. Or watch me, nee. Maat, Magneton is dood. Nog één Pokémon. Je gaat oprecht gewoon winnen? Weet je wat ik denk, Sander? Dat het alsnog een probleem wordt. Want die Ampharos, dat is waarschijnlijk een Mega Ampharos. Nee, nu nog niet. Ja, ik denk het wel. Die Danny gaat dood. Dank je. Ik denk het wel, Sander. Kunnen we niet ergens een sterk oppakken dan? Alsof jij ook uit de game kunt stappen, zeg maar. Long-haired Ampharos. Maar
Eventjes, jij kunt natuurlijk wel gewoon search bomb op hem doen, hè? Dus je hoeft niet met die guy in te blijven. Oh. Oké, er is oprecht een mogelijkheid dat ik dit ga winnen. Nou, dat is op zich niet heel veel damage. Damage? Damage? Dat was zo'n flatjeling alleen. Die dat mag ik in niet. Seeking Locking als ik dat zou doen. Dat klopt, ja. Wat is dit voor beat, jongen? Oh nee! Je search bomb is gone. Waarom klonk het alsof dat half rijmde? Waarschijnlijk omdat het half rijmde. Die kans is... aanwezig. Wow, dat wou ik ook zeggen. Sterker nog, ik was het al aan het zeggen. Oh, ik kan... oh, dit is natuurlijk niet handig, want die Raichu is natuurlijk psychic. Hij is helemaal psychisch in zijn hoofd. Nee, dat is alleen die andere guy. Die Alolan Raichu. Heb je... je hebt sowieso geen Fur Restore, zeker? Jawel. Echt? Kibooming! Waar... Waar? Ik denk dat ik die ergens een keer opgepakt heb en nooit heb gebruikt. Speciaal voor dit moment. Waving the sludge. Kan ik nog terug of moet ik per se door? Geen sterk alsjeblieft. Oeh, wel een crit. Maat, sludge wave, come on. Come on, come on. Come on, baby, come on. Ik heb hem gehaald, Sander. Yeah. Het is nog niet af. Alleen nog wel een cage match. Ja. Kan ik terug? Hè? Ja, ik kan ja je kan terug. Ik weet niet waarom eigenlijk, want ik was volgens mij nog best veel elf. Oh, mensen thuis, het is me gelukt. Oh, vraag ik hoef me helemaal niet terug. Ik hoef helemaal niet terug. Oh jawel, want ik moet Hyper Punch kopen. Daarom ook terug. Nou, dan doen we nog eentje. Waarom? Waarom doet hij niks? Omdat je hier op bank away. Oh, je moet. Oh, je, omdat je er al geweest bent. Ja, je moet teruglopen. Dus als je prongen de verkeerde pakt, dan ga je dood. Oh nee, want ze staan erna. Oh, dan ga je dood. Ja. Dan doet de lift self-destruct. Quizzy oftewel, timing. Kabooming. Yo, Pampor in de Pampor? Dit was Pampor, toch? Ja. Hallo? What the fucking? What the fucking lock? Wat, hoe bedoel je? Nee, hij deed het niet zoals ik het wou. Gaan we deze aflevering nog doen? De cage match? Ik denk niet dat jij zo snel bent. Bruh, ik hoef nog maar... dit is de laatste, hè? Dan ben ik er gewoon. Nee, je moet er hierna nog heen. Maar dan alsnog. Easy kill. Jij moet de gym battle ook nog doen. Ik weet zeker dat het lang genoeg gaat duren dat deze aflevering dan al voorbij is. Maar gaan we de gym battle wel doen vandaag? De gym? Jij mag je gym battle wel doen. En de cage match doen we dan de volgende aflevering. Oké. Okay. Doen we dat nog in deze opnamesessie? Daar denken we nog even over na. Ik vind van wel, want als... stel... oh nee, ik kan jou helemaal niet dood. Oh nee, nee, laat maar. Ik dacht dat ik jou kon doden met de cage match, omdat je nog maar één Pokémon, maar je hebt er natuurlijk twee. Ja. Dat is wel gunstig, want dan kun je dus niet doodgaan door de cage match. Ik denk... ja, nee, ik denk na... te veel, denk ik. Denk na wat je doet, denk nog na wat je doet. Dus de enige twee Pokémon die ik in kan zetten zometeen zijn Kabutops en Mak. Daarna moeten we... hebben we hierna eventjes heel veel encounters ofzo? Of? Ik hoop het wel, want anders heb ik echt een probleem. Ja, of je moet winnen. Dan blijf ik een probleem hebben, Sander. Dan blijf ik nog steeds twee Pokémon hebben. Ja, nee, dat zal ik toch terug gaan voor mijn PP anders? Het is de middelste. Ik ga niet terug. Het is lift 2. Ik ga voor de laatste ga ik wel terug. Ah, hoeveel healing items heb ik?
niet zo heel veel. Eén battle. Het is allemaal één Pokémon, hè? Ja. En ik zit allemaal nog onder de 46, dus... Oh, je moet eerst de vraag blijkbaar luisteren. Oh, sowieso 2. Sander, hoe heb je dat zo snel kunnen lezen? Ik ben zo speeding, runnering. Dat is eigenlijk juist niet waar. Lydia. Yo, Plusel. Bro, waarom is de laatste zo... En ik ga je niet voor Mega Evolve, want dat duurt me te lang. Dan is een one-hit KO, let maar op. Kut, sorry. Ik had wel moeten Mega Evolve, dan was het een one-hit KO. Al denk ik oprecht dat dit snel is, want een Mega Evolving ding duurt lang. Oh, Milan is kapot. Kapot. Oh, hij leeft weer. Hij leeft weer. De batterijen zijn er weer in gedaan, denk ik. Jazeker, in mijn poepert. Ja. Booming. De suspense, terwijl het zo makkelijk is. Oh, het was toch echt wel Pikachu? What the freak? Het was Vivillon. Dat is van die champion, toch? Vivillon. Oh, Leon, ik knap hem. Maar het feit dat jij Boonclub hebt, dat scheelt handtoeveel. Ik zou sowieso even naar de Pokémon Center gaan. Ja. Puur om het feit dat je ook je PP dan weer even full restored. Oh, sowieso Body Slam dan. Sowieso. Ja, en ik heb Six waar ik niks aan heb, hè. Ja, maar nogmaals, een boomclubbing. Het enige waar je even rekening mee moet houden is dat hij een Magneton heeft. Dat is juist alleen maar. Oh nee. Hij heeft levitatie. Ja. Oh. Volgens mij heeft elke goede electric trainer in Pokémon een Magneton, zodat niet iedereen ground move spamt. Behalve Lieutenant Surge. Surge is dom. Nee, omdat er toen nog geen abilities waren. Oh ja. Ja, dan werkt het alleen maar tegen. Snap je hem, want hij is steel, electric. Hmm. Alsof jij dat ook niet... Nee, ik ben aan het kutten. Keurig. Dit is echt het liedje wat ik altijd hoor. Volgens mij is dat het liedje van elke town in X en Y, joh. Nee, dat is het bike liedje, joh. Oh, ja. Vandaar dat ik hem altijd hoor. Ik heb ook echt het gevoel dat ik hem altijd hoor, zeg maar. Maar dat klopt, hè. Heeft iemand jou gezegd dat jij zo'n loserboy bent? Ja, ik vandaag. Oh. In de laatste 3 opnames heb ik dat vastgezegd. Ik heb wel gezegd dat ik dom was. Toen zei je ineens, nee, dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Je deed alleen een beetje niet slim. Ik was 7 voor de gym, maar dat hoeft sowieso niet aan het boeien. Nee. Je had wel kunnen 8 voor de gym. Nou, ik ga liever zoek 6 voor de gym. Oké. Go Sandring, we doen allemaal voor jou juiching. Iedereen die doet mee. Voor jou juiching. Moga. Oh, dat is meteen al kut. Moga. Oh, ik heb Rock Slide. Sliding the Rock. Was die Ampharossing niet 41? Ja. Waarom is die Moga dan 42? Omdat die Moga zo'n loserboy is. Light screen. Boeit me niet, want ik ga physical doen. Let's get physical. Oh, dat vind ik eng.
Oh ja, dat hoef ik niet eens. Echt, jongen, die lasagne krap is echt bulky. Ja, joh. Lekkering, Sander. Zeker lekkering. Ik denk dat jij je echt geen zorgen hoeft te maken in deze gym. Behalve voor de magneton. Oh, wacht, je hebt trouwens een fighting aanval. Je hoeft je helemaal geen zorgen te maken. Ja, nee. Had je dat zelf ook op een dag? Ik dacht wel, ja, dan ga ik met Furry. Maar, ja. Mega heeft of ouders weer op zijn kop. Welke van de drie? Geen idee. Maakt het me ook niet uit, eerlijk gezegd. Als hij me doodgaat. Mag alle drie. En ik accepteer het. Dan accepteer ik sowieso vrij veel. Je creditcardinformatie, geef maar hier. Sturdy! Oh nee, heeft hij Sturdy? Oh ja, tuurlijk niet, want hij heeft left. Nee. Je deze man. Oh, nee, ik heb een dingetje paralyzed, gebruikt. Paralyzed. Oh nee. Je hebt ook gewoon twee voerenstores, Sander. Ik heb ook twee voerenstores, wat? Zou ik dat doen, eigenlijk? Wat zijn de kansen? 50%, maar dat maakt niet uit. Dat was de famous last words. Oh. Ik wou powerpunt. Dat was dan misschien niet heel slim als hij het dingetje doet. Maar alhoewel, mijn attack gaat wel omhoog, hè? Dus dat maakt niet uit. Oh, dat... Dus het was eigenlijk best wel een goed idee dan. Nou, dat maakt niet uit, want mijn... Oh, wacht. We gaan nu bonus Bone doen, Club man. Is denk ik ja. Wel... physical, dus dan is het wel slim. Precies. En Bone... Bone Rush, hè? Bone Rush, elke keer die plus 1, hè? Ik weet niet waarom ik deed. Maar dat maakt niet uit. Ik deed het ook nog een keer. Dat de mensen ook denken, oh, deze guy is echt crazy. En dat is hij ook. Zo, hoppatee, weg met kijk, die kijk, en daarom doen we dus Power Punch tegenwoordig. Die Heliolisk gaat gone. Oeh, deze vind ik spannend. Alhoewel, het valt wel mee op Bonus heeft niet zoveel zin, want dat is ook een... Of, is ook een ja, je kan het proberen. Ik denk... Ja, het is is neutral. Ja, ik denk het. Nee, want het is niet super effect. Ik denk het niet. Jawel, wel, het is neutral. Dat vind ik eng. Maar dat valt wel mee, denk ik, maar... Ik zou voerenstoor doen nou. Voerenstoor. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik doe het. Ben je hiervan niet meer geparalyzed? Paralyzed. Electro Ball's trash. See? I rest my case. Dat is van Flodder. Ik zeg niet welke, Kees. Twee time, waarom moet je nou zo doen? Furry. Ik haat furries, echt hè. Was ik eerst? Ik was eerst hè. Niet jouw furry, jouw furry is een cutie guy. Nee, mijn furry is wel leuk. Kijk, attack gaat omhoog, dat is fijn voor de Ampharos. Wacht, is dit al zijn laatste? Ja. Yeah. Oh, aan... I'm baked, I'm chilling, baby. Zet die zonnebril maar op. Johnny Shadow wil het graag. Oh. Zet die zonnebril maar op, want het is toch een 1 KO. Nou, dat denk ik niet, maar... Dat denk ik ook niet. Het is wel donker hier. Of ligt het bij mij? Nee, ik ga aan de zonnebril. Do it, KO. Oh. See! Oh, wat is dit? Het was echt een 1 KO, maar wel met 3 times. Kaboeing! Hey, is niet anders. Oh, echt, dit was een lekkere gym battle, Sander. Zekering. Calming the minding, ja, fuck jou. Calm mind is voor special, hè? Ja. Yeah. En Bone Rush en Power en Aura's Rush zijn allebei physical, of niet? Ja, dus ik denk dat ik het niet doe. Nee. Want hij is meer invested in physical dan in... Nee! Wow, zij rustig, Sandering! Oké. Okay. Rustig! Ik heb wel zin in een cage match eigenlijk.
Nou, die zien de kijkers de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Doe een duimpje omhoog als je zin hebt in de volgende aflevering. En dan zie ik je graag de volgende keer. Adios. Amigos.